Oké, 3, 2, 1, yes! Met de onthulling van de nieuwe naam, De Baan, voor de skatebaan, was na een maand van werkzaamheden de heropening van de skatebaan een feit. We staan op dit moment bij de heropende skatebaan. De wethouder natuurlijk, die heeft de officiële handeling verricht. De Baan, zoals die genoemd is. Wat betekent dit voor de gemeente Zeewolde en de jeugd? Nou, we zijn heel blij dat dit zo op deze manier tot stand gekomen is. Hè, want het is een belangrijk punt in Zeewolde. Je ziet dat er heel veel gebruik van wordt gemaakt. Nou, de skatebaan was aan vernieuwing toe. Dat werd ook wel diverse malen aangegeven. En daar hebben we in de afgelopen jaren ook voor gespaard voor vernieuwing. Nou, dat kan nu tot een mooie baan geleid. En ik hoor van de gebruikers dat het echt wel een baan is om even langs te gaan. Maar ook voor breder dan alleen Zeewolde. In een bijzondere samenwerking tussen gemeente, leverancier en enthousiaste jonge skaters is er een compleet nieuwe skatebaan gerealiseerd, welke weer goed en veilig bruikbaar is. De oude skatebaan was 15 jaar oud en was toe aan vernieuwing, aldus wethouder Gerben Dijksterhuis. Hij vond het dan ook fantastisch om te zien dat de nieuwe baan nu al volop door de jeugd in gebruik is genomen.